video kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en vandaag ga ik weer naar SK Beveren tegen Beerschot. Ben ik al één keer eerder bij geweest, maar dan in thuisvak helaas. Die video kan je boven zien. Ik ben nu heel snel aan het fietsen, want het is een verplichte buscombi, dus ik moet mijn bus halen in de Klingen. Dus voor mijn half uur fietsen. Ik ben er bijna. Dus laat ik even die bus halen en op adem komen. Ondertussen ben ik in Nederlands Klingen. Ik moet in Belgisch Klingen zijn, de Klingen. Daar vertrekt de supportersbus naar het stadion van Beerschot via de Klingen, Kieldrecht en dan Beveren, dacht ik. Het is een bus van de Freight Heel Boys. Een busje was, ticket voor de bus was volgens mij 15 en dan wedstrijd was ook zoiets van 15. Moet ik al snel doorfietsen, want ik raak echt buiten adem. En we zijn op tijd aangekomen en we kunnen lekker met de bus mee naar het Olympisch Stadion. Ik kwam maar twee man van de Klingen, maar ik hield stap er gelukkig al wat meer op. En aangekomen in het rattennest. Vorige keer zat ik op een van die stoeltjes daar, maar dit keer zit ik in het juiste vak. En daar links van boven zit er ook een stuk harde kern, daar bij de B zit er ook harde kern. En daar zitten wat luxere stoelen en waarschijnlijk de mensen met geld. En de luxe boxen of zoiets. Maar goed, ik ben weer terug op het kiel. Dit keer in het juiste vak. Ik hoop dat Beveren met 0-2 wint. 3 euro voor een pint. Doorgebroken speler en dan fluit hij al voor een eerdere overtreding, maat. Eerst, ja jongen!
Het was maar wisselvallig. Nu snel mijn bus terugvinden, denk ik. En weer de eerste in de bus. Terug naar de klingen. Ja, we zijn langzaam terug in het zo prachtige De Klingen. De wedstrijd. Het was hem niet, het was hem niet. En wat die andere Beversporter zei, Koopman, die soms mij te licht en Geuzens. Ik vond hem zelf vandaag wisselvallig. Maar ik vind hem wel een heel goed talent en hij moet wel de kans blijven krijgen. Ja, en terwijl we hier langzaam over de grens verdwijnen en ik ook langzaam van beeld verdwijnen omdat het heel donker is. Die Georgi had ik ook wel graag zien spelen. Die speelde niet vandaag. Zalig, of Zaletje, of hoe die ook mag heten. Oh, goed zijn lichaam gebruikt, ze van nog. Maar ik denk dat wij dit puntje zomaar wel kunnen danken aan onze doelman Bo Reus. Die had wel een paar goede reddingen in huis. En voor de rest, ja, ik heb ze niet geteld, maar volgens mij hebben we echt heel weinig schoten. Echt op goal gehad. Wel een paar die er 500 kilometer erover vlogen. Maar ik denk dat die doelman ook weinig reddingen heeft moeten verrichten van Beerschot. Het moet beter en het moet ook beter dit seizoen als het zo doorgaat. Zie ik het zomer in van Bever om te promoveren. De eerste twee promoveren direct als ik het juist heb. En de rest moet of ja, play-offs, barragematchen of wat het ook alweer was. Ben ik nog juist aan het fietsen? Oh ja, ben nog juist. maar het gaat er... ik weet niet. Het moet beter, het moet beter. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En zeker ook bedankt voor het kijken naar de vorige video. Die heeft door jullie Beverfans ook bijna 450 weergaves bereikt. Dat is iets wat ik met mijn kanaal helaas niet zo heel vaak doe. In ieder geval, het was weer leuk om een Bever Away Day mee te maken. Ik hoop dat ik er volgende keer ook tegen Deinze erbij ben. Ik zal proberen de volgende keer de Beverfans nog beter in beeld te brengen. Maar in Bever uitvak is dat soms wel eens een keertje heel erg lastig. Maar ook zelfs de wedstrijd in beeld te brengen door al die netten. Maar de Beverfans zongen ook leuke liedjes en ik zong zeker ook mee. Ik heb een leuke mix kunnen vinden tussen zelf ook meezingen en meeklappen en filmen. In ieder geval hoop ik zeker nog wat meer Beverde video's te maken. Ik bedank jullie zeker nogmaals voor het kijken. Like, abonneer, join de Discord server. Linkje staat in de beschrijving. Volg me even op Instagram, echtemilannl. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Later. En voor de Beverde fans, ik heb ook nog mooie Beverde video's over de open dag. En over de wedstrijd tegen Club Next. En over andere Beverde wedstrijden.